Goedemorgen allemaal. In deel 1 heb ik jullie meegenomen naar Romeinse Weg. Wat dus inhoudt dat hier de Romeinen heel veel aanwezig zijn geweest. En dat is ook waar. Dat had een reden. Een van de lievelingsdingen wat de Romeinen graag deden was naar de thermen gaan. En als je iets kan doen in de Campi Flegrei, dan is het naar de thermen, naar de sauna gaan. En heel bijzonder, dat zijn allemaal natuurlijke sauna's en natuurlijke thermen, omdat het hier ontzettend vulkanisch is. Ik ga jullie laten zien waar ik nu bij sta, namelijk bij de Solfatara. Dit is dus een vulkaankrater, een vrij actieve. In die zin, het is een vulkaan met fumarolen. En die zie je ook daar in de verte. Dat zijn eigenlijk openingen in de aardkorst waar stoom uitkomt. Stoom en gassen. Vandaag is dat niet zo, maar het stinkt ook hier heel vaak naar zwavel, naar rotte eieren. En je ziet ook de kleur. Rond die openingen heb je vaak een gele kleur. Daar heb je dus de zwavel. En de witte kleur, dat is aluin. Dat is ook een stof die hier gevonden kan, een soort chemische verbinding. En de Romeinen die gebruikten dat al om bijvoorbeeld bijts van te maken of hun leer mee te looien. Het wordt nu aluin nog gebruikt bijvoorbeeld in deodorant of in aftershaves. Het wordt hier niet meer gewonnen. De Solfatara was een plek waar wij heel graag naartoe gingen met mensen. Want het is uniek. Je stapt erin en je loopt in een krater. Je ruikt het, je voelt het. Als je stampt, dan beweegt het. Het is een hele, hele aparte gewaarwording. Ik ben daar zo vaak geweest, ook met mijn kinderen. Het is een hele speciale plek. Jammer genoeg kun je er niet meer in. Het is gesloten. Er is namelijk drie jaar geleden een ongeluk gebeurd. Want hij is niet helemaal rustig. Er gebeurt hier van alles. Het is ook elke keer weer anders. En er zijn mensen bevangen geraakt door giftige gassen. En jammer genoeg ook overleden. Dus het is op dit moment gesloten. Ze zijn aan het kijken of het op een andere manier opengesteld weer kan worden voor toeristen. Nu kun je nog vanaf dit plekje deze krater bekijken.